De eerste spreker voor N-VA vragen. De heer De Bruyn. Voorzitter, collega's, heren ministers. Reeds 5 nachten op rij is Libië het toneel van luchtbombardementen om uitvoering te geven aan resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad. Ons land steunt deze resolutie en verleent medewerking aan de uitvoering ervan. Mijn partij heeft al eerder laten weten deze actieve betrokkenheid te steunen. Niet omdat we graag een oorlog zouden trekken, zoals een Vlaamse editorialist meende te moeten beweren, maar omdat het onze overtuiging is dat de Libische bevolking het recht heeft om beschermd te worden tegen haar leider, die er niet voor terugdeinst om massaal dood en vernieling te zaaien onder zijn eigen bevolking. Ik verwijs hierbij ook graag naar de Britse premier David Cameron, die dit militair ingrijpen noodzakelijk, legaal en rechtvaardig noemt. Onze fractie en mijn partij meent dat hij gelijk heeft. Resolutie 1973 is een logisch gevolg van resolutie 1970, die in alle duidelijkheid het onmiddellijk einde eiste van het geweld aangewend tegen de eigen burgerbevolking en die ook besloot de zaak Libië door te verwijzen naar het internationaal strafhof in Den Haag. Voor ons blijft ook deze resolutie onverkort van kracht. Zowat alle berichten maken vandaag duidelijk dat de no-fly-zone een feit is. Gaddafi heeft geen operationele luchtmacht meer die hij als effectief oorlogsinstrument kan inzetten. Dat is zonder twijfel een eerste en belangrijke stap die gezet moest worden. Dat er vandaag niet meer duidelijkheid is over het verdere concrete doel van de operatie, verontrust mij. Daarom hoorde ik graag van de regering wat haar standpunt is en meer specifiek wat haar reactie is op de uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die in een tv-interview verklaarde dat deze militaire interventie een kwestie is van dagen en niet van weken. Zij voegde daaraan toe dat er vanuit de omgeving van Gaddafi contacten worden gelegd binnen het internationale netwerk dat zij hebben om een uitweg te zoeken. Kan onze regering dit bevestigen? Hoe reëel acht zij de kans dat dit scenario verder wordt ontwikkeld? Ik stel ook vast dat er vandaag nog geen volledige duidelijkheid is over de politieke structuur waarbinnen deze militaire interventie plaatsvindt. Nochtans is dit niet onbelangrijk. Resolutie 1973 legitimeert het militaire optreden van vandaag, maar dit impliceert mijn zinziens ook een duidelijk akkoord tussen de verschillende actoren over het aansturen en het politiek opvolgen van deze interventie. Ik roep de regering dan ook op om onze actieve betrokkenheid niet te beperken tot de militaire operaties, maar evenzeer haar verantwoordelijkheid te nemen in het debat over het einddoel van deze operatie en over de structuur waarbinnen deze verder moet verlopen. Ik rond af, collega's, met nog één punt aan te stippen, en dat is het punt van de vluchtelingen. Elke oorlog heeft zeer vele slachtoffers, directe slachtoffers, maar ook de vluchtelingen die als gevolg van deze handelingen op de dool zijn, verdienen onze aandacht. We hebben daar al initiatieven genomen. Ik roep bij deze de regering op deze initiatieven te continueren en waar mogelijk op te drijven. Dank u wel. Dank u wel. De volgende spreker is de heer Karel van Louwen.